Tijd voor weer wat oer-Hollandse beelden, viskramen, het strand. Want we kunnen weer rijden in Nederland. De zon schijnt weer, de temperatuur gaat omhoog en de pekel is van de wegen. Dat is voor ons het startschot. En we gaan vandaag dus ook een klein tochtje maken langs de Nederlandse kust. En dat doe ik met deze Kawasaki Versys 1000 2018. De Kawasaki Versys 650 met zijn 650cc parallel twin motorblok kende ik al heel goed, want die heb ik vaak gereden. De Versys 1000 daarentegen had ik nog niet gereden. Dus ik was er echt wel heel nieuwsgierig naar. Wat doet die toch sterkere broer? En sterker is die. Als we alleen maar naar het motorblok kijken, het is een viercilinderen lijn, levert 102 Nm koppel, wat best pittig is, en 120 pk. Voor de rest is hij behoorlijk uitgerust met traction control, power modes, assisted slipper clutch, ABS, noem het maar op, alles wat je nodig hebt zit erop. Versnellingsbakindicator ook bij deze. Dus een complete machine. En als je het over een complete machine hebt, dan moet je eigenlijk ook praten over de uitrusting zoals die hier erbij staat. In Nederland wordt namelijk de Versys 1000 standaard geleverd als Tourer Edition. Dat wil zeggen dat er al twee zijkoffers op zitten, handkappen en een middenbok en een tankpad, noem het allemaal maar op. Hij is dus al heel erg compleet als je hem in Nederland koopt. En toch kreeg ik het vandaag voor elkaar om nog een extra pakket erbij te krijgen op deze Versys. En dat is namelijk het NL Edition pakket. Maakt niet uit hoe je het wil noemen, een Nederlands pakket. Maar het houdt in ieder geval in dat er naast de zijkoffers ook nog eens hier een topkoffer bij komt. Ook weer hetzelfde monokey systeem. En twee best wel hele dure mistlampen. Nou, dan heb je echt je hele motorfiets vol met alles wat je nodig hebt om ook nog eens een keer ver weg te kunnen en te kunnen reizen. En dat extra NL-pakket wat er dan bij komt, kost je ook nog eens een keer geen 800 euro extra. Lekker aan het toeren blijkt dat de Kawasaki ook met al het gewicht op de achterkant genoeg kracht heeft. Maar ook in stedelijke omgeving hoef je niet bang te zijn voor deze groot opgetuigde motorfiets. Hij blijft licht bestuurbaar en wendbaar. Wel handig zou een verstelbaar zadel zijn. Ik ben zelf vrij lang, maar als je net iets kortere benen hebt, kan het manoeuvreren, zoals achteruit duwen, misschien wat lastiger worden. Wel handig is de makkelijk bereikbare afstelling voor de veervoorspanning aan de achterkant, om je bagage en eventuele bijrijder te compenseren. En de hoogte wellicht met kortere benen? Als je dan gaat rijden 's ochtends, dan kun je natuurlijk afvragen waarom in vredesnaam met een Kawasaki Versys 1000. Ja, want hij heeft op zich zijn uiterlijk wel mee. Het is een hoogpoter, die zijn populair. Maar er zijn zoveel hoogpoters en er zijn zoveel 1000cc's ook waar je mee kunt rijden. Dus waarom dan die Kawasaki Versys? Nou, dat is omdat het misschien wel een beetje een wolf in schaapskleren is, kan ik je vertellen. Want aan het einde van de dag wil je hem gewoon niet meer kwijt. Het is namelijk, ondanks dat het een hoogpoter is, geen allroad. Je gaat er niet offroad mee rijden. Het is echt een wegmachine. En het is een hele sportieve wegmachine met die 120 pk en zeker ook die newtonmeters, die 102 newtonmeters, die geeft hem echt overal kracht. En in totaal zit het hem eigenlijk in drie dingen. Dat is dat rijwielgedeelte, het motorblok en hoe je erop zit. Het rijwielgedeelte kan ik heel kort over zijn. Dat is echt goed in elkaar gezet, want hij geeft je heel veel vertrouwen. Je stapt erop en meteen bij de eerste bochten denk je, ja, dit kon wel eens een goede vriend worden. En ook nog eens een keer met die power van dat blok erbij, die gewoon overal makkelijk oppakt, maar wel een verschrikkelijk mooi geluid maakt en verschrikkelijk veel kracht ontwikkelt als je hem doortrekt, dan wordt het wel een feest om te sturen met deze machine. En dan als derde, hoe je erop zit. Ik ben natuurlijk vrij lang, ik zeg het wel vaker, en daardoor krijg je eigenlijk in iedere test ook een soort lange mensentest. Maar ik zit er goed op. Ik zit er rechtop op. Je stuur heb je goed in je handen. De windbescherming is prima met die verstelbare ruit. Handkappen, echt alles doet zijn werk eigenlijk wel. En dat maakt het dat de hele combinatie gewoon een goede, sportieve tourfiets oplevert. Een sportieve tourfiets met een viercilinderen lijn die gewoon een heel rustig, maar ook gewelddadig karakter heeft als je hem opentrekt. En dat is toch wel gewoon heel erg leuk om mee te sturen, kan ik je vertellen. Dus aan het einde van de dag,